Op 14 november hield stadsdichter Arjen Kien zijn nieuwe dichtbundel ten doop. Het zal de tijd wel wezen, is de titel van deze nieuwe bundel. Tijdens deze gelegenheid spraken wij met de stadsdichter. Maar we beginnen met muziek. Sunday Jazz is een regelmatig terugkerend evenement op de zondagmiddag in het oude politiebureau van Ede. Drijvende kracht hierachter is Jessica Komen. En ze speelt het iedere keer weer klaar om een aantrekkelijk programma neer te zetten. The way you wear your hair. The way you sip your tea. The memory of all that. Zondagmiddag 2 november in het oude politiebureau. Dat moet natuurlijk wel Sunday Jazz zijn met Jessica Komen, de drijvende kracht achter Sunday Jazz. Eigenlijk het enige jazz-evenement dat Ede Rijk is, hè? Nou ja, volgens mij wel. Er zijn wel losse dingen ook. Er gebeurt wel eens wat in Cultura en in Cinemac. Misschien ook nog wel andere plekken. Maar dit is wel echt een terugkerend evenement inderdaad. En volgens mij is dat voor Ede, is Ede daar echt rijker van geworden op jazzgebied. Ja. Het is bomvol. Ja. Is dat altijd zo? De opkomst is altijd wel goed. Het is vandaag wel lekker druk. Soms is het ook wat rustiger, maar het is nooit dat er 10 man in de zaal zit. Jij bent eigenlijk de speelwaard omdraaid, maar er zijn ook gasten. Elisa Krijgsman en de Lonely Horns. Ik zeg het verkeerd. Holy Horns. Holy Horns, ja. Dat heb je vaker? Ik nodig altijd gasten uit. En ik zorg ook echt dat elke editie er weer andere gasten op het podium staan. Sommigen komen terug, die hebben dan een jaar ervoor gespeeld. En die vraag ik nog eens terug. Maar ik zorg altijd dat we een nieuwe bezetting hebben. Dus vaak op het podium ook ontmoeten muzikanten elkaar voor het eerst. En dat is ook het unieke aan dit concept, denk ik. Omdat je dan echt, je hebt geen, niet heel veel historie met elkaar in deze setting. Dus je moet echt op het scherpst van de snede zijn. En gewoon helemaal in die nummers duiken. En dat is te gek natuurlijk. Voor een deel is natuurlijk lokaal talent, jij en Elisa. Maar ja, die blazers, die hebben bijvoorbeeld ook met Anouk gespeeld. Ze komen overal vandaan. Ja, ze komen overal vandaan inderdaad. Het is een club dat met z'n vieren heel veel wordt ingehuurd bij andere klussen. Ze zijn echt heel breed. Want ze jazz als een gek. Ze spelen in verschillende big bands. Los van elkaar treden ze ook op in jazzformaties van naam. Maar ze hebben ook bij Anouk gespeeld. Ze hebben bij Frans Bauer gespeeld. Dus ze zijn heel breed. En hoe breed ben jij? Want ik heb een nummer van Herman Brood gehoord, maar ja, ook andere standards, zeg maar. Ja. Waar gaat je vooral je belangstelling in naar uit? Nou, voor deze middagen is, zeggen we, het is en ook mijn muziek over het algemeen is jazz met een twist. Dus dat betekent dat de basis echt wel jazz is, omdat dat heel veel improvisatie ook uitnodigt tot improvisatie. En daarnaast maken we uitstapjes naar funk, naar soul, naar fusion. Dat is zeg maar wat modernere versie van jazz. Dus de basis is echt jazz, maar wat mij betreft zo breed mogelijk. Ik ben niet echt een purist in wat ik zelf doe en wat ik ook in het oude politiebureau doe. Dit was de laatste van dit kalenderjaar, maar in januari staat er weer een op stapel. Nou, de data zijn nog niet helemaal bekend. We moeten even gaan kijken hoe vaak en wanneer we dat dan gaan doen. De afgelopen tijd was het eerste zondag van de maand. En voor het nieuwe seizoen zijn de data nog niet helemaal bekend. Dus dat zetten we op Facebook neer. Het zal de leeftijd zijn, de titel van je gedichtenbundel. Vertel eens iets over deze gedichtenbundel. Het is een officieel mijn debuut. Ik heb een paar jaar geleden wel eens in eigen beheer een boekje uitgegeven. Maar dit is bij uitgeverij De Contrabas van Chrétien Breukers. Een in Letterenland bekend figuur. Die dit boekje wilde uitgeven. Ja, daar ben ik heel blij mee. En op deze prachtige avond met heel veel familie, vrienden, kennissen. Allemaal mensen die hier naartoe komen om dat een beetje te vieren met mij. Dus nou, erg leuk. Het zal de leeftijd zijn. Verklaar die titel eens een keer. Ja, het is gedeeltelijk. Van de zomer ben ik 50 geworden. En ook het feit dat
dichten. Ik ben stadsdichter van Ede ook. En dat dichten is natuurlijk eigenlijk een beetje, als je er goed over nadenkt, een wat vreemde hobby. En Het zal de leeftijd zijn is een beetje een ironische titel. Van, is dat nou zo nodig? Ja, in mijn geval is dat nodig. En misschien heeft het wel iets met de leeftijd te maken. Dus dat is het een beetje. Maar ook wel de noodzaak. Voor mij in ieder geval de noodzaak dat er een keer een boek kwam. Dat was er niet. Het zal de leeftijd zijn. Je bent stadsdichter van Ede. Bijna 2 jaar al. Hoe bevalt dat? Erg goed. Het is leuk om te doen. Ik maak heel veel verschillende dingen mee. Die ik anders niet zou hebben meegemaakt. Ik mag wat over Ede schrijven. En doe dat af en toe. Dus het bevalt erg goed. Heb je al ideeën voor een nieuwe gedichtenbundel of ben je zover nog niet? Nee, nou, ik denk dat na de stadsdichterstermijn zou het mooi zijn om de gedichten over Ede of een selectie daaruit te bundelen. Misschien is een volgende. Ik moet wellicht een lichte gedichtenbundel maken. Maar dat. Misschien ook niet. Dat is leuk om voor te dragen, maar op papier misschien niet zo. Dus dan wordt het weer eens een nieuwe bundel met andersoortige gedichten. Voorlopig inspiratie genoeg dus. Ja, dat blijft wel komen. Daar ben ik niet bang voor. In Huis Kernhem wordt tot en met 8 december werk getoond van cliënten van 's Heerenlo, regio Gelderland Midden. De kunstenaars zijn werkzaam binnen de ateliers van Kristal te Wageningen en de Rank in Bennekom. Van de expositie wordt een speciale kunstbundel uitgegeven met een selectie van het werk van de kunstenaars. De Christelijke Oratoriumvereniging Excelsior geeft op 13 december een uitvoering van het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach. Dit oratorium bestaat uit 6 kantates. Samen met het Promenadeorkest brengt Excelsior er 4 ten gehore. Het concert vindt plaats in de Beatrixkerk aan de Beatrixlaan 54 te Ede. In de Cultura Galerie is tot en met 4 januari werk te zien van Ine Boeye en Joke Verweda. In het werk van Ine Boeye worden menselijke emoties vertaald in objecten zoals tafels. Joke Verweda maakt portretten op geborduurde achtergrond. Hierdoor ontstaat een bijzonder geheel. De Cultura Galerie is in het gebouw van Cultura aan de Molenstraat Ede. U heeft gekeken naar Mooi Zo, het programma over kunst en cultuur van Ede TV. Wilt u reageren, dan kunt u mailen naar mooizo@edetv.nl. De volgende uitzending van Mooi Zo kunt u vanaf 9 december een week lang bekijken op dit kanaal. Graag tot dan!